Ja, de naam van onze boerderij hier in Kontig, net ten zuiden van Antwerpen, is het Vrijselhof. Wij zijn nu bezig op 42 hectare aaneengesloten biologische landbouw. De helft daarvan zit in natuurgebied, bosgebied. De andere helft zit in werkelijk landbouwgebied. Wij zouden onze bodems verder willen herstellen, de verdichting opheffen, zuurtegraad naar het optimum brengen en ook het dry farming systeem blijven verder ontwikkelen. De financiering die wij via Farming for Climate krijgen en dus via de Deutsche Bank, stelt ons in staat om onze bodemherstellende maatregelen nog een aantal jaren langer te blijven uitvoeren. Het financiert aankoop van zaad, van gemengd zaad. Het financiert ook de bodembewerkingen. Op termijn hopen wij hier een volledig gesloten systeem op te kunnen bouwen, waarbij wij voeding voorzien voor 300 volwassenen op alle niveaus. Op een volledig circulair bedrijf, dus zonder dat we meststoffen of andere zaken van buiten het systeem, buiten ons eigen systeem, moeten daarbij betrekken. Het is een bijdrage die Deutsche Bank doet aan Farming for Climate. We hebben het project bekeken en het project leek bijzonder interessant voor ons. Onze rol is het verdelen van investeringsproducten, beleggingsproducten, het adviseren van klanten. Bij de selectie van die producten bekijken in welke mate die producten kunnen mogelijk bijdragen aan een betere wereld, waaronder klimaatverandering een heel belangrijke zaak is. En we hebben dan beslist om een bijzonder product te verkopen, een groene obligatie, waar een deel van de winst gebruikt wordt om Farming for Climate te helpen. Climate change en het heel sociaal-economisch gebeuren en de veranderingen die samengaan zijn heel belangrijk voor Deutsche Bank Groep. Vandaar dat we een aantal boerderijen gevonden hebben in België, waarvoor een aantal boeren die ambitie hebben, de wil om zaken te veranderen, en we gaan ze steunen. En dat is wat we nu in dit geval aan het doen zijn. Dus Farming for Climate heeft als bedoeling om de agro-ecologische transitie te gaan stimuleren of te gaan versnellen. En dit te laten doen door landbouwers die daardoor gemotiveerd zijn, en te laten financieren door bedrijven die een positieve bijdrage lokaal aan het milieu willen geven. Dus vandaag financiert Deutsche Bank 5 transitieprojecten in België, 3 in Vlaanderen en 2 in Wallonië. Het gaat over landbouwers die ofwel gaan starten met hun transitie of hun transitie willen verdiepen. Het zijn allemaal initiatieven die in 2021 zullen genomen worden.